De regering Santokki-Brunswijk heeft de internationaal erkende Franse investeringsbank Lessert LTD ingehuurd om ons te helpen bij het herschikken van onze schulden. Dit was een van de mededelingen gisteren van president Chandrika Prasad Santokki tijdens een persconferentie in zaken het crisisbeheersingsplan. De Franse bank geeft volgens ons staatshoofd reeds adviezen en financiële bijstand aan vele andere landen. Voor Suriname ligt de prioriteit bij de herschikking van de twee Oppenheimer-leningen die zwaar drukken op de begroting en op de samenleving. En dat zal prioriteit hebben. En het gaat om een bedrag van 550 miljoen plus 125 miljoen lening die de vorige regering gesloten had. Dat we die moeten herschikken en brengen naar een proportioneel aanvaardbaar niveau. Tweede taak is namelijk ondersteunen bij de onderhandelingen met het IMF. Dus we gaan een internationale partner ook inzetten. Om met IMF goed te onderhandelen, met de Wereldbank en andere internationale instituten, waarbij de agenda van Suriname centraal zal staan. Wat wij als land willen, om onze economie te herstellen, waarbij in ieder geval het programma van Suriname, Home Growth Program, Home Made Plan, dat de toon zal zijn, om onze economie te herstellen. De president haalt verder aan dat de Franse bank Lessert ook belast zal worden met het zoeken van nieuw kapitaal voor diepte-investeringen in Suriname. Dit moet de economie zo snel als mogelijk herstellen, zegt het staatshoofd. Zodat we hier investeringen kunnen krijgen, bedrijven kunnen krijgen, samen met internationale instanties, waardoor de werkgelegenheid weer ontwikkeld kan worden en we weer kunnen exporteren. Tevens zullen zij professionele ondersteuning verschaffen bij andere contacten met de wereldgemeenschap om in ieder geval zoveel mogelijk investeerders hier aan te trekken en zoveel mogelijk Suriname op de internationale kaart brengen waarbij inbegrepen is om de credit rating van Suriname, u weet dat we CCC zijn, om die credit rating van Suriname te upgraden. En dat zal een van de taken zijn. President Chandrika Prasad Santokki. Hij sprak gisteren in de congreshaal over de huidige stand van zaken over het crisisbeheersingsplan.